De oorzaak van alle ziekte is eigenlijk gewoon ontdekt. En die oorzaak is oxidatieve stress. En het is eigenlijk een soort paradigmaverschuiving in de wetenschap. Dus paradigma is eigenlijk een soort denkraam waarbinnen mensen denken. Dat is een term van een wetenschapsfilosoof, Thomas Kuhn heette die. En een paradigma is nu aan het verschuiven, want eerst dachten we van ja, die synthetische medicijnen die zijn allemaal veel puurder en die werken dus veel beter. Maar nu komen wetenschappers, in ieder geval biochemici, nog niet medici, maar biochemici, die komen er wereldwijd achter dat de oorzaak van ziekte oxidatieve stress is. En medicijnen, synthetische medicijnen, zijn onder andere veroorzakers van die oxidatieve stress. Dus dat is al een reden dat die synthetische medicijnen niet zo goed functioneren. En dat is wel een enorme verschuiving in de wetenschappelijke wereld. Er zijn allemaal redenen van die oxidatieve stress. En dat staat allemaal in dat artikel over de oorzaak van ziekte, wat op lichtplant.nl is gepubliceerd. Dus oxidatieve stress, dat wordt bijvoorbeeld ook veroorzaakt door topsporters. Heel rustig wandelen en fietsen en zwemmen is heel erg gezond. Maar topsport zorgt voor extra veel vrije radicalen in ons lichaam. En dat moet je niet willen, want dat is ongezond. Dan heb je dus heel veel antioxidanten nodig die al die vrije radicalen kunnen neutraliseren en elimineren. Zodat die oxidatieve stress weer vermindert. En die oxidatieve stress die kan DNA-schade veroorzaken, die kan celschade veroorzaken en uiteindelijk kan het orgaanschade veroorzaken. En het is dus de oorzaak van een reeks aan ziekten, zoals kanker en diabetes en obesitas en neurologische aandoeningen, maar ook leverontstekingen, nierontstekingen. Dus eigenlijk alle ziekten die nu met een medicijn worden behandeld, die worden veroorzaakt door die oxidatieve stress. En op lichtplant.nl vind je de planten die oxidatieve stress tegengaan. Dus lees even dat artikel over de oorzaak van ziekten op lichtplant.nl.